3, 2, 1. Actie! De nieuwste Vlaamse actiefilm komt niet uit de koker van een of andere bekende regisseur. Hij is geregisseerd door Gilles de Keyser. Toen hij eraan begon, was hij nog maar 15. En nu, 3 jaar later, gaat hij in première. Vlaamse Flikken heet die film. En de regisseur is misschien piepjong, maar hij kon toch 7 BV's strikken om mee te doen en zowat het halve brandweer- en politiekorps van Aalst. Ik vind ook niet, je moet dit beoordelen voor wat het is, als een fantastisch project van jonge mensen die dingen voor elkaar hebben gekregen. Ik weet bijvoorbeeld uit ervaring hoe moeilijk het is om politiediensten een dag van vandaag nog warm te maken voor een film. Camera 3 mag lopen. Doe dat zo. Ja, sorry. Oké. Alle camera's lopen. Oké, 3, 2, 1, actie! Want je kan heden ten dagen op televisie kan je 1000 policiers zien. Ja. Maar deze is gemaakt met cinematografisch mooie middelen. Mooie beelden. Ja, jij hebt het geregisseerd. En waren die te regisseren? Luister eens naar zo'n jonge snaak. Ja, daar vrezen ik misschien een beetje ook voor. Actie. Heeft hij daar iets mee te maken? Actie. Speciale eenheden van Torco zijn ingeschakeld voor observatie en arrestatie. Ik kan het niet merken, hè. Ze zijn in beeld. Er is niemand die dat weet, hè. Dat is allemaal... Cinema, dat zijn truc van de vogel. Boerenbedoel. Met al die zet dan al die op het op, hè, nu. Dat heet de Loyo-drugs. In Aalst gaat volgende maand de film Vlaamse Flikken in première. Niets speciaals, denkt u? Waar het niet dat de regisseur amper 18 jaar oud is? Het leven is aan de dromers. Daar ben ik van overtuigd. En het is precies wat Gilles de Keyser gedaan heeft. Een droom proberen verwezenlijken. En ik vind dat fantastisch. Daarom heb ik ook geen enkel moment getwijfeld. Ik hoop dat je nog veel van dat soort scenario's of andere scenario's gaat schrijven. En dat er een mooie toekomst wacht. En ik hoop dat je je energie en je enthousiasme en je goesting vooral vasthoudt. En daar nog veel schone dingen gaat mee doen. Proficiat. Ongelooflijk wat jij allemaal gedaan krijgt met doorzettingsvermogen en een glimlach. En dan wens ik jullie geweldig veel plezier en spanning met de première van een Aalsterse film, van een debuterend regisseur waarvan ik hoop dat we er nog veel van gaan horen en te zien krijgen. De aflossing van de wacht staat hier, Gilles de Keyser. Nog eens proficiat en voor jullie allemaal bedankt om hier te zijn en een hele fijne avond. Ik heb daar net al eens naar buiten gekeken en er is al enorm veel volk waar ik alleen maar dankbaar voor kan zijn. Het feit dat die mensen allemaal naar hier, naar Aalst willen komen om die film te bezichtigen, betekent enorm veel voor mij. En wat ik daar zo schoon aan vind, is dat het nog maar eens bewijst dat enthousiasme en passie, ja, dat je daar veel mee gedaan krijgt. Dat vind ik schoon, dat vind ik hoopgevend. Dus waar gaan we binnenkort naar gaan kijken in de cinema? Vlaamse Flikken. Vlaamse Flikken. Vlaamse Flikken. Vlaamse Flikken. VR-bril, die je ons geschonken hebt. Regisseur Gilles de Keyser krijgt de VR-bril te zien die hij aan het ASZ-ziekenhuis geeft. Wetende dat in de toekomst duizenden zieke patiëntjes minder fysieke pijn zullen ervaren door de schenking van deze VR-brillen, dat maakt mij enorm gelukkig. Ik ben daar de gelukkigste mens ter wereld van om dat te mogen meemaken. En anderzijds ook enorm fier om dit resultaat te mogen verwezenlijken.